Hartelijk welkom bij Rijnstaten College Tour. Leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Marja de Leeuw en vandaag heb ik als gast Erik Haasbroek. Hij is hoogleraar en chirurg in Rijnstaten. Je kunt zelf zometeen vragen stellen als hij zijn college heeft gegeven. En dat kan via het tabblad Vragen rechts op je beeldscherm. Voordat ik Erik ontvang hier in de studio, gaan we eerst even kijken naar een filmpje over hem. Ja, we hebben nummer 1 hier. Ik heb een gouden plaat. Een gouden plaat aan de muur hangen. Ik denk dat heel weinig mensen dat weten. Mijn discipline is de buikchirurgie, de gastro-intestinale chirurgie. Hoogleraar ben ik verbonden aan Wageningen Universiteit als hoogleraar Nutrition and Obesity Treatment. Dus echt een duidelijke koppeling tussen kliniek en voedingsonderzoek. Dus obesitas, dat is zo'n complex probleem en dat heeft zoveel verschillende oorzaken waardoor iemand te zwaar wordt, dat het lastig is om dat met één simpele behandeling op te lossen. Door sport kan je gedachten weer even op een rijtje zetten, kan je even weer alles laten bezinken. Dus dat is voor mij echt een manier om te ontspannen. Al jaren op mijn bucketlist stond de Bosporus Cross Continental Swim. En dat is een zwemtocht waarbij je van Azië naar Europa zwemt, over 6,5 kilometer. Maar dat was echt een mooie uitdaging. Na sporten ben ik erg veel met muziek bezig. Dus ik luister graag naar muziek, maar ik maak ook zelf muziek al jaren. De tijd in de Hermes House Band, dat is zo'n onvergetelijke tijd geweest. Ik wist dat wel in een vroeg stadium dat het wel een chirurgisch vak zou worden. Daarnaast heb ik het denk ik ook met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn ouders zijn allebei artsen. Mijn vader is chirurg. Ik vind het een ongelooflijk mooi vak. Want ik vind zelf dat ik echt het beste van twee werelden heb. Want ik werk en in een fantastisch perifere ziekenhuis met alle voordelen daarvan, van de korte lijnen die je daar hebt. Maar daarnaast heb ik ook nu de combinatie om mijn academische aspiraties na te streven. Soms kan je heel erg bezig zijn met alleen maar dat werk. En dat is natuurlijk heel uitdagend, maar vergeet vooral ook niet te genieten. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Neem plaats. Dankjewel. We hebben afgesproken dat we je en jij zeggen. Ja, heel graag. En voordat we beginnen met de vragen die we aan jou willen stellen, wil ik even naar het filmpje van Karine Dogge. Die was de vorige keer hier te gast. En die heeft een vraag voor jou. Nou, ik weet dat Erik heel veel verschillende onderzoeken doet, ook samen met Wageningen Universiteit. En er komen vast hele mooie, goede resultaten uit. En die resultaten die ook echt laten zien van, hey, dit is echt effectief om in de zorg te brengen. Hoe zorgt hij er nou voor dat dat ook echt in de zorg belandt? Ja, dat is een hele leuke vraag van Karine, want we verzamelen natuurlijk heel veel data. We doen heel veel onderzoek. En onze onderzoekers die presenteren dat op nationale en internationale congressen. Maar je wil vervolgens ook dat dat gepubliceerd wordt. Dus dan publiceren we dat in tijdschriften. Maar vervolgens moet er veel aandacht aan worden gegeven. En daar helpt bijvoorbeeld Rijnstaten mee door het op social media te zetten. Maar ook de Alliantie Voeding in de Zorg heeft een heel mooi platform om dat te verspreiden. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat het de praktijk ingaat, want dat is wat ze vraagt. Ja. En dat vergt inderdaad dat je het in protocollen giet en dat je het in bepaalde richtlijnen behandelt. Ja, en daar zijn we druk mee bezig, dat het echt vastgelegd wordt. Ja, mooi. Gouden plaat in jouw filmpje, Hermes House Band. Ja. Even voor degene die niet weten wat de Hermes House Band is. Kan je daar wat over zeggen? Ja, nee, zeker. De Hermes House Band is een studentenband. Dat is de huisband van de studentensociëteit Hermes in Rotterdam. En ik heb daar een aantal jaar in gespeeld toen ik student was. En het leuke van die band is dat als je afstudeert, dan moet je de band uit. Maar dan moet je een vervanger zoeken.
En dan hou je auditie, komt er een vervanger en zo blijft die band bestaan. Dus die band die bestaat nu al, nou ja, 40 jaar inmiddels. Ja. En ja, dat is een ongelooflijk leuke tijd geweest. En er is een lustrum 17 september. Ja, ja, wat ik zeker. Las. Dit jaar vieren we een groot feest in Ahoy in Rotterdam. En ga je meedoen? Dat is wel de bedoeling. Er komt een groot big band concert. En na afloop hebben we een afterparty waarin allerlei oud-bezettingen van de Hermes House Band ook gaan optreden. Ja, dus want jij speelt nog steeds. Hè? In ons voorgesprek legde je mij dat uit. Ja. Ja. Dan is er een groep die zich formeert en zegt wij willen verder. Ja, er is een groep die op een gegeven moment na de studie zegt nou we vinden het leuk om te blijven spelen. En die formeren zich en die blijven dan optreden. Zeker. Natuurlijk niet in de frequentie zoals dat was toen we studeerden. Maar wel een aantal keer per jaar. Leuk hoor. Heel mooi. En dan de gouden plaat. Nou, ja, heel bijzonder. Die hebben we niet allemaal. Hè? We zagen jou in het filmpje ook opereren met je vader. Ik vind dat persoonlijk echt gewoon een heel mooi, mooi plaatje. En wat heb je van hem geleerd? Nou, dat plaatje is inderdaad heel mooi. Dat is 20 jaar geleden is dat, toen ik nog in opleiding was en stage liep in het Sophia Kinderziekenhuis, waar mijn vader werkt. En ik toevallig een patiënt had die een blinde darmontsteking had. En ik moest dus de achterwacht bellen en dat was in dit geval mijn vader. Dus toen heeft hij mij dus die blinde darm operatie geleerd. Dat was dat is natuurlijk een heel bijzonder moment. En alle operatieassistenten hebben dat meteen vastgelegd op de foto. Heel dus, mooi, heel mooi. Ik zie trouwens, je hebt wat aan je vinger. Ja, nee, chirurg die geblesseerd is. Ja, zo zie je dat ook zelfs chirurgen gewond kunnen raken. Ik heb mijn vinger gestoten en ik moet nu een paar weken zo'n spalkje dragen. Een paar weken? Ook is niet even dus een wondje. Nee, het is even een paar weken rust houden. Dat is voor een chirurg is dat vrij lastig. Ja, dat is even. Ja, maar genoeg andere dingen om de tijd door te brengen. Ja, dat begrijp ik. Ja. Wat is de grootste prestatie in jouw leven? Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van op welk gebied je dat bekijkt. Maar als ik het dan op werk betrek, is dat denk ik wel mijn promotie, mijn proefschrift dat ik geschreven heb. Wat eigenlijk vanaf een concept, een bepaald idee begon. En dat je er uiteindelijk toch tot een heel mooi resultaat hebt weten te brengen. Ja. Dus ik vond het ook een hele leuke periode om zelf onderzoek te doen. En het was geen doel op zich, maar dat ontstaat dan of zo tijdens je werk? Ja, nee, dat is. Ik heb altijd wel interesse gehad in wetenschappelijk onderzoek. En ik heb het altijd leuk gevonden. Ja, zo mooi die combi hè, die je nou in Rijnstaten zeker. Kan maken. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ja. Nee, zeker. Ik heb hier nog een vraag staan. Wie zou jij nog wel eens willen ontmoeten? Ja, een van mijn grote wensen, maar dat ligt dan wel ook buiten het ziekenhuis, buiten de medische wereld, is een van mijn muzikale helden is Dave Grohl. En Dave Grohl is een Amerikaanse muzikant die ooit de drummer was van Nirvana en tegenwoordig een band die Foo Fighters. Misschien dat niet iedereen die kent, maar dat is een man die met iedereen en alles heeft opgetreden ter wereld. En ik zou daar heel graag eens een keer mee van gedachten wisselen hoe hij dat allemaal ervaren heeft. Ja, snap ik. Dat je die hoek kiest, dat begrijp dat zou ik kunnen. Ook. Ja. Een aandachtsgebied van jou, je hebt er meerdere, maar een aandachtsgebied dat is, en ik ga het goed uitspreken, gastro-intestinale chirurgie. Ja. Wat is dat? Ja, gastro-intestinaal betekent maag-darm, dus ik doe maag-darmoperaties. En ik heb me dan helemaal specifiek toegelegd op slokdarm- en maagoperaties. Okay. Dus gastro-intestinale chirurgie is allerlei aandoeningen die in de buik kunnen plaatsvinden. Oh ja, want iedereen heeft natuurlijk zo zijn aandachtsgebied. Ja. Oké. Okay. Nou komen er steeds meer behandelingen tegen overgewicht. We lezen er elke dag over. Eetlustremmers, nou ga ze maar door. Nou heb ik even gekeken dat 60% van Europa is te zwaar. Ja. En als we dus niets zouden doen, ik lees het voor, dan zou 2/3 van de bevolking in 2040 overgewicht hebben. Dat zijn echt natuurlijk schrikbarende getallen. Ja. Dus dat betekent dat daar echt iets aan gedaan moet worden om dat om te keren. Dus preventie, en dat wordt al gedaan. Er is nu een nationaal preventieakkoord waarin echt gestreefd wordt om overgewicht terug te dringen. Wereldwijd? Ja, wereldwijd, maar ook in Nederland specifiek. Want je moet dat natuurlijk per land en per situatie moet je dat bekijken. Ja, hij heeft natuurlijk ook met cultuur. Dat is natuurlijk één methode. Maar voor mensen die al te zwaar zijn of obesitas hebben, daar komt preventie natuurlijk eigenlijk te laat. En daar heb je die behandelingen voor nodig. Ja. Maar dat zal ik zo aan het college gaan we zijn benieuwd. Vertellen. Ik denk dat we daar naartoe gaan, okay. Erik. Ja. Ik zou zeggen, de floor is yours. Dan ga ik nog even vertellen dat je tijdens het college dus vragen kan intypen op je beeldscherm rechts op dat tabblad vragen.
Daar komen wij later op terug, na het college van Erik. Dan gaan wij daar wat vragen uit selecteren. En ik zeg u alvast van tevoren, als er heel veel vragen binnenkomen, dan zal het ons niet lukken om ze allemaal te beantwoorden. Maar we doen ons best. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Nou, in het komende half uurtje wil ik jullie graag wat vertellen over de rol van voeding in de behandeling van patiënten na een bariatrische ingreep. Maar allereerst iets over mijn achtergrond. Ik ben opgeleid in Rotterdam. Ik heb daar mijn studie gedaan en later mijn opleiding tot chirurg in het Erasmus MC en het Clara ziekenhuis, wat tegenwoordig het Maastad ziekenhuis heet. Na mijn opleiding tot chirurg ben ik een tijd naar Australië gegaan, waar ik me heb gespecialiseerd in de slokdarm- en maagaandoeningen. Om vervolgens weer naar Nederland terug te keren en in Utrecht te werken, in UMC Utrecht. En daarna nog een jaar of zeven in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waar ik ook veel bariatrische operaties heb gedaan. En in 2017 ben ik in Rijnstaten gestart. Ik werk er nu ongeveer 5 jaar. En in 2019 werd ik benoemd tot hoogleraar in Wageningen. Nou, wat is bariatrische chirurgie? Er wordt ook wel eens gesproken over obesitaschirurgie, of meer in de volksmond maagverkleining of maagomleiding hoor je vaak. Maar letterlijk betekent het chirurgie om gewicht te verminderen. En dat komt, is afgeleid van het Griekse woord baros, dat gewicht betekent, en iatros, dat arts betekent. Maar tegenwoordig hebben we naast dat woord bariatrie gebruiken we ook metabole chirurgie. En metabool, dat is dat het gericht is op de stofwisseling. Maar daar kom ik later wel op terug. En in dat plaatje hier zie je mijn collega Theo Auvernakker, die via een kijkoperatietechniek zo'n maagverkleining uitvoert. Nou, obesitas is echt een wereldwijd probleem. Dat werd net al bij de introductie ook al eventjes genoemd. Zeker de helft van de bevolking in Nederland is te zwaar en een aanzienlijk deel heeft serieus overgewicht. En de redenen daarvoor die zijn bekend. We nemen vaak de verkeerde beslissingen, we bewegen te weinig, nemen vaker de lift of de roltrap in plaats van de trap. Ook het eten wat we doen is vaak ongezond, suikerrijk, vetrijk. En dat komt bij wijze van spreken met een druk op de knop al bij je voordeur. Dat leidt ertoe dat we met z'n allen eigenlijk als bevolking te zwaar worden. Maar ook in de wereld is dat echt een groot probleem. Er is eigenlijk geen land ter wereld dat niet kampt met een toename van overgewicht. Nou is het extra gewicht dat je met je meedraagt al een probleem. Maar wat nog veel belangrijker is eigenlijk, zijn alle bijkomende aandoeningen ten gevolge van het overgewicht. En er zijn een aantal wel heel bekend, zoals een hoge bloeddruk of suikerziekte. Maar ook hart- en vaatziekten komen veel vaker voor bij mensen met overgewicht. En je kan je voorstellen dat op het moment dat je veel kilo's mee moet dragen, dat je dan ook gewrichtsklachten gaat krijgen. Nou, er zijn talrijke aandoeningen die kunnen optreden, maar ook bepaalde vormen van kanker komen vaker voor bij mensen met overgewicht. En het is zelfs zo dat mensen met ernstig overgewicht, ernstige obesitas, een tot wel 6 tot 8 jaar kortere levensverwachting hebben. Overgewicht wordt vaak aangeduid met de body mass index, dat is BMI, dat hoor je wel vaker, wat is de BMI? En BMI is een bepaalde formule en die formule kan je uitrekenen, die BMI, door je gewicht te delen in de lengte in het kwadraat. En er komt een bepaald getal uit en als het getal onder de 25 is, dan spreek je over een gezond gewicht, boven de 25 over overgewicht en boven de 30 dan heb je het over obesitas. De behandeling van obesitas die vindt op diverse manieren plaats. Het begint eigenlijk altijd met een leefstijlaanpassing. Dus gezonde voeding, meer bewegen is echt de basis van de obesitasbehandeling. Maar in sommige gevallen dient er ook gekozen te worden voor medicijnen bijvoorbeeld. En in nog zeldzame gevallen zelfs voor een operatie. Nou, je komt niet zomaar in aanmerking voor een operatie. Daar hebben we bepaalde criteria voor, bepaalde richtlijnen. En die zijn nog altijd, en dat zijn internationale richtlijnen, maar ook dus in Nederland, die zijn altijd gekoppeld aan die BMI waar ik het net over had. Dus als je een BMI boven de 40 hebt of een BMI van 35 met aan obesitas gerelateerde aandoeningen, dus bijvoorbeeld suikerziekte of
hoge bloeddruk, dan kan je in aanmerking komen voor zo'n operatie. Maar er is ook een leeftijdsgrens. Er is een leeftijdsgrens, een ondergrens van 18 jaar en er is een bovengrens van rond de 65 jaar. Nou is die bovengrens van 65, die is nog best wel rekbaar. Dus we kijken altijd in per geval of iemand in aanmerking zou kunnen komen voor zo'n operatie en wat de gezondheidswinst is. Maar opereren, dat doen we niet zomaar. Het is niet zo dat je naar het ziekenhuis kan gaan en zegt ik wil een operatie en dat zomaar gebeurt. Vaak worden patiënten verwezen via de huisarts, dan wel via een specialist, bijvoorbeeld de cardioloog of de orthopedisch chirurg. En dan krijgen patiënten een voorlichtingspakket mee, wordt uitgelegd wat die operatie is in een aantal filmpjes. En daarna vindt een multidisciplinaire screening plaats. En daar zit in zo'n team dat die screening doet, zit behalve een chirurg, zit ook een internist, maar ook een diëtist en een psycholoog. En al die adviezen die uit die screening komen, die worden dan gebundeld en besproken. En daarom staat een stoplichtje er ook. In sommige gevallen kan de patiënt direct door naar de operatie. Maar er zijn ook gevallen dat de patiënt niet in aanmerking kan komen voor een operatie. Of dat er nog bijvoorbeeld een aantal maanden gewerkt moet worden aan het aanpassen van het eetpatroon. Als de patiënt groen licht heeft voor de operatie, dan vindt een voorbereidingstraject plaats. Dat is een traject van een aantal weken, waarin patiënten in groepen naar het ziekenhuis komen. Ongeveer één keer per week is dat. En daarna vindt de operatie plaats. En dan heb je een periode tot en met 5 jaar. Dus een periode van 5 jaar waarin patiënten worden begeleid. En de eerste 1,5 jaar, dan is die leefstijlaanpassing heel belangrijk. En komen patiënten regelmatig naar het ziekenhuis. En later wordt dat eigenlijk 1 keer per jaar. Er staat consolidatiefase. Dat betekent dat er eigenlijk een stabiele situatie moet zijn ontstaan. En komen patiënten ongeveer 1 keer per jaar naar het ziekenhuis. Maar te alle tijden zeggen wij, een operatie is geen quick fix. Je moet niet denken dat een operatie zomaar alle problemen gaat oplossen. Je moet daar echt en blijft daar gewoon hard voor moeten knokken om dat gewicht onder controle te houden. En daarom is zo'n begeleidingstraject, dit is het begeleidingstraject dat we bij Vitalis is het onderdeel van Rijnstaten waar we de operaties voor overgewicht doen. En dan zie je, ik zal even kijken of dat aan kan wijzen, dan begin je linksboven. En dan die hele slinger die gaat dan zo naar beneden gedurende 5 jaar. En dat is dus dat begeleidingstraject met al die verschillende stappen rondom de operatie. Nou, dan is het natuurlijk aardig om te vertellen wat voor operaties doen we. Want je hoort nog wel eens, de patiënt heeft een maagband gekregen. Nou, dat kan heel goed, want die operaties, die maagbanden, die werden vroeger heel veel geplaatst. Die worden eigenlijk nu niet zo vaak meer gedaan. Maar wat een maagband is, dat is eigenlijk niks anders dan een siliconen ring die om de bovenste gedeelte van de maag wordt geplaatst. En de toegang tot de maag bemoeilijkt. Dus daarom gaat het eten en het drinken gaat moeilijker naar de maag toe. En als dat gebeurt, dan kan je minder tot je nemen en val je af. Maar inmiddels is die maagband ingehaald door een veel succesvollere operatie en dat is de gastric bypass. En een gastric bypass, dat is wel aardig om even bij stil te staan. Dat staat hier weergegeven in dit plaatje. Omdat dat niet meteen heel makkelijk is om te begrijpen, denk ik. Dus je hebt hier de slokdarm en de maag. Dus de maag wordt losgekoppeld en er wordt een klein maagje gevormd. De maag heeft ongeveer het volume van een kippenei. Dus dat is echt een heel klein inhoud. En dan wordt de dunne darm daarop aangesloten. En daarna maken we een tweede verbinding met de dunne darm. Dus wat er dan gebeurt als iemand wat eet of drinkt, dan gaat dat in die kleine maag en wordt rechtstreeks in de dunne darm geplaatst. En het gedeelte van dus die uitgeschakelde maag en die andere dunne darm, dat wordt overgeslagen. Die blijft gewoon in het lichaam zitten, maar er gaat geen eten meer doorheen. Nou, dan is er ook nog een andere operatie, de gastric sleeve. Dat is eigenlijk de maagverkleining. En dat is een operatie waarbij, en dat is dat roze gedeelte wat je ziet, en driekwart van de maag wordt verwijderd en wat er dan overblijft is een dunne, buisvormige maag, waardoor je dus ook minder kan eten. En hoe succesvol zijn die operaties nou? Want dat is natuurlijk wel interessant, want we doen die operaties natuurlijk met een bepaalde reden. Nou, dat is
in dit plaatje heel goed te zien. Dit is een van de beroemdste studies die op het gebied van bariatrie is gedaan. Daar hebben ze patiënten 20 jaar lang gevolgd. Dat zie je op de X-as. En dan zie je de grijze lijn daarboven, dat is de controlegroep, die had geen operatie. De donkergrijze lijn is een groep die maagbanden kreeg. En ik heb al een kruis er doorheen gezet, omdat je ziet dat de rode lijn, dat is de groep die een gastric bypass kreeg, die valt veel meer af. En die blijft dus gedurende die 20 jaar een succesvol gewichtsverlies houden. Nou, ik vertelde al dat patiënten in een groep worden behandeld. En hier zie je zo'n groep bij de eerste groepsbijeenkomst. En wat ik wil laten zien in het volgende plaatje is hoe die groep er dan na een jaar uit komt te zien. Dan zie je, en ik zal hem nog een keer laten zien, want ik realiseer me dat het heel snel gaat. En het verstandigste is dan misschien één persoon links of rechts even te kijken. Dan zie je dat die operatie echt een heel groot effect heeft op het gewicht. Maar het is niet alleen het gewicht, zei ik al. Het is ook nog dat er andere dingen aan de hand zijn. En links zie je iemand met een gezond gewicht. Dit is een lichaamscan. Links iemand met gezond gewicht, rechts iemand met ernstig overgewicht. En dan zie je dat gele, dat is het vet, dat zit onder de huid. Dat zie je hier ook bij iemand met ernstig overgewicht. Maar wat je ook ziet, is dat het vet zit ook om alle buikorganen en bij de lever. En juist dat buikvet, dat is nou het wat wij noemen het slechte vet. Want dat vet is verantwoordelijk voor al die nadelige gevolgen, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk. Maar inmiddels weten we eigenlijk steeds meer over hoe die operaties werken. Want eerst dachten we van nou, je verkleint de maag en dan kan iemand minder eten en daardoor zal iemand afvallen. Maar het is eigenlijk veel interessanter, maar ook veel ingewikkelder dan dat. Want wat we inmiddels weten is dat er allerlei organen in de buik, dat er allerlei hormonen in de buik worden aangemaakt. En die veranderen na zo'n maagverkleiningsoperatie. En die hormonen die geven een bepaald signaal naar je hersenen. En dat maakt uiteindelijk het lichaam in staat om af te vallen. Want het hongergevoel verandert, het verzadigingsgevoel verandert. En ja, nog veel meer andere processen in die stofwisseling, in dat metabolisme veranderen. Maar ook de effecten op lange termijn, die zijn heel belangrijk. Want als we dus weer naar die studie die ik net noemde, waarbij ze dus 20 jaar lang hebben gekeken hoe het gaat met mensen na een bariatrische ingreep, en je vergelijkt dat met mensen die niet geopereerd zijn, dan zie je dat de groep die geopereerd is een veel lager risico heeft op hart- en vaataandoeningen en ook op het overlijden ten gevolge van die hart- en vaataandoeningen. En voor suikerziekte, en juist type 2 suikerziekte, en dat is de type 2 suikerziekte, is de suikerziekte die voorkomt bij mensen met overgewicht, daar zijn ook hele interessante ontwikkelingen te melden. Want wat je ziet in deze grafiek is het bovenste lijntje is de groep die kreeg een intensief leefstijltraject en medicatie, dus als behandeling voor hun suikerziekte. En die andere groep, dat zijn de twee lijntjes daaronder, ik zal ze nog even aanwijzen hier, die kregen of een gastric bypass of die sleeve-operatie waar ik het net over had. En dan zie je dat, dit is dan na een jaar, maar inmiddels hebben we daar ook 5-jaarsresultaten van, dat de groep die geopereerd werd, dat in meer dan de helft van de gevallen van patiënten die een operatie kregen, dat die geen medicijnen meer nodig hadden voor hun suikerziekte. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want dat betekent dat je eigenlijk met een operatie ook diabetes zou kunnen behandelen. En dat is dit artikel wat een keer in een Engelse krant heeft gestaan van geef maar het mes. Want dat betekent dat mensen die aan diabetes lijden, dat dan ook geholpen zouden kunnen zijn met een operatie. En dan zou dat lijntje ineens naar links verschuiven, want dan zou je dus ook mensen met een BMI vanaf 30 ook kunnen helpen met een operatie. Nou, ik wil niet zeggen dat iedereen met diabetes een operatie moet krijgen. Dat is helemaal niet. Maar wat het wel betekent, dit soort studies, is dat je ziet dat mensen die niet goed ingesteld kunnen worden op hun diabetes met medicatie, dat je die wel misschien in aanmerking zou kunnen laten komen voor een operatie, omdat dat gewoon heel veel tot successen kan leiden. Maar is chirurgie dan de oplossing voor alles? Moeten we dan iedereen gaan opereren? Nou, dat denk ik zeker niet. Maar
het is ook niet zo dat er een wonderpil gaat komen. Want daarvoor is het probleem van obesitas gewoon veel te ingewikkeld. Er zijn veel te veel factoren die bijdragen aan het ontstaan van obesitas. Die chirurgie, die operatie, die is heel effectief, die is heel belangrijk. Maar aan elke operatie kunnen ook nadelen kleven. Er kunnen complicaties optreden bij een operatie. Gelukkig is dat maar in de zeldzaamheid van de gevallen, maar het kan wel. Maar het is ook zo dat mensen, die moeten levenslang hun eetpatroon aanpassen. Die moeten kleine porties eten, 5 tot 6 keer op een dag. En lopen het risico op het ontstaan van voedingstekorten. En daarvoor wordt vaak geadviseerd om multivitamine te gebruiken. Nou, die aanpassing van dat voedingspatroon, dat vind ik een mooi bruggetje om even te gaan naar het onderzoek dat ik doe samen met een heleboel andere mensen aan de Wageningen Universiteit. En ik heb hier ook de Alliantie Voeding in de Zorg genoemd. Alliantie Voeding in de Zorg is een samenwerking tussen de Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei en ook het Rijnstaten. En wat op Wageningen gebeurt, daar wordt voedingsonderzoek in de volle breedte wordt dat uitgeoefend. Dus we kunnen hele bevolkingsgroepen bestuderen op bepaalde eetgedrag of op bepaald voedingsmiddelen. We kunnen naar een individuele persoon kijken. En je kan heel gedetailleerd kijken op celniveau. Dus onder een microscoop kan je voeding bestuderen. En ik noemde al dat na zo'n operatie het voedingspatroon verandert. Dat wij adviseren met z'n allen, dus diëtist en de chirurg en iedereen zegt, je moet dus gedurende je leert voor die operatie leer een nieuw eetpatroon aan en dat moet je na de operatie volhouden. Maar dat betekent wel dat iemand wel gezonde voeding tot zich moet nemen en dat die moet voldoen aan de richtlijnen goede voeding. De schijf van 5, zoals we die kennen. Maar er kunnen ook andere gevolgen optreden, want eigenlijk is de bedoeling dat iemand minder calorieën tot zich neemt. Maar er kunnen ook bepaalde intoleranties, dat mensen voeding gewoon minder goed verdragen door die operatie. Dat kan gebeuren. En daar kan je weer maag-darm klachten van krijgen. Dat je buikpijn of andere klachten van krijgt. Diarreeklachten bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat die opname van voeding dusdanig verandert, dus dat er tekorten ontstaan. Wat ik net al noemde, de voedingsdeficiënties. En wat ook van belang is, dat je altijd moet realiseren dat gewichtstoename op de loer ligt. Dus het kan ook zijn dat je na een operatie weer aankomt. Een gedeelte van het verloren gewicht kom je weer aan, maar je hoopt dat dat op een gegeven moment stabiliseert. En het is natuurlijk wel van belang dat het voedingspatroon dan op orde is, want dat draagt er wel aan bij. Nou, een van de studies die we doen, hier zie je Laura Heusen, dat is een van onze onderzoekers in beeld, die heeft onderzoek gedaan naar de eetscore. En de eetscore is een speciale tool die je die je online kan invullen. Dat is in Wageningen ontwikkeld en al getest bij mensen met hart- en vaatziekten, met hoge bloeddruk. Maar is eigenlijk nog nooit onderzocht in mensen die een bariatrische operatie ondergaan. Dus wat Laura gedaan heeft, is in 200 mensen dat geregistreerd. Dus voor de operatie gekeken hoe dat voedingspatroon was en na de operatie. En dan vergeleken met meer gangbare manieren om een voedingspatroon in kaart te brengen. Bijvoorbeeld door voedingsdagboeken. Die dan wel heel intensief zijn, want dan moet je heel nauwkeurig registreren wat iemand eet en drinkt gedurende de dag. Nou, de eetscore ziet er ongeveer zo uit. Dus mensen krijgen een aantal vragen. Dus wat eten ze? Hoeveel eten ze? Hoe vaak eten ze? En er komt dan een bepaalde score uit. En die score die geeft dan aan van je zou wel op dit gebied zou je wat kunnen verbeteren of op dat gebied zou je wat kunnen verbeteren. En dat zou dan weer helpen om te inventariseren of iemand weer wel goed eet of dat daar nog verbetering nodig is. Want wat ik al zei, je wil dat iemand wel voldoet aan die richtlijn goede voeding. Nou, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Dan kan je al die verschillende producten, er zijn iets van 16 producten, die kan je dan scoren. En dan zie je dus hoe dat verandert. En in groen zie je dus dat er echt duidelijk na zo'n operatie verbeteringen optreden in bepaalde voedingsgroepen. Dus mensen minder rood vlees eten, minder bewerkt vlees eten. Maar we zagen ook dat mensen minder groenten, maar groenten zijn natuurlijk juist weer goed. Dus daar moet je dan naar kijken, van moet je daar dan niet een bepaalde aanpassing in doen? Want mensen verdragen misschien die groenten niet, omdat die juist weer veel vezels geven en weer een snel vol gevoel. Omdat ze gewoon een ander eetpatroon hebben dan iemand die geen operatie heeft gehad. Nou, concluderend uit deze studie zagen we dat
de samenstelling van het dieet van mensen met obesitas verbetert 6 maanden na die operatie. Dus dat is heel mooi nieuws. We zien wel dat we deze eetscore tool, wel dat daar aandacht is voor verbetering voor bepaalde voedselgroepen. Maar we konden wel concluderen dat het echt een handige tool is om in een korte tijd inzicht te krijgen in de voedingsname van iemand na bariatrie. En het is veel minder tijdsintensief dan een voedingsdagboek. Nou, als volgende zou ik wat willen vertellen over die voedingsdeficiënties, de voedingstekorten. Ik heb dat net al eventjes genoemd. En daarvoor wil ik even het volgende plaatje willen zien. Daar zal ik jullie even rustig doorheen nemen. Weer de gastric bypass, dat kleine maagje. En dan de dunne darm en dit gedeelte van de darm. En de maagdarm wordt dan overgeslagen. En hier komt op dit gebied komt pas het voeding met de verteringssappen in aanraking. Aan die rechterkant, waar dat cirkeltje omheen staat, staat heel schematisch weergegeven hoe dat maagdarmtraject, dus van de mond tot kont, om het zo maar makkelijk te zeggen, weergegeven. En dit gebied, de maag en het eerste gedeelte van de dunne darm, dat is het gebied dat niet in aanraking komt met voeding. Dus waar het voeding niet wordt opgenomen en dus ook bepaalde voedingsstoffen niet worden opgenomen. Nou, en daar kunnen dus tekorten ontstaan en die wil je aanvullen met die multivitamine. En er zijn allerlei richtlijnen voor hoe je dat het best kan doen. Dat is ook internationaal weten we dat. In Nederland hebben we daar hele richtlijnen voor. En we doen daar ook veel onderzoek naar in Rijnstaten bij Vitalis. En wat we bijvoorbeeld bekeken hebben is dat je bepaalde vitamine hoger moet doseren dan je normaal zou doen. En dat staat hier in de volgende grafiek weergegeven. Het zijn weer mensen die een gastric bypass hebben gehad. Die hebben we in 2 groepen verdeeld. We hebben ze over 36 maanden vervolgd. 3 jaar lang hebben we ze bekeken. En dan hebben we de ene groep die kreeg supplementen die je gewoon bij de drogist kan kopen. En de andere groep die kreeg zo'n speciaal multivitamine. Zo'n geoptimaliseerd multivitamine. En dan zagen we na die 36 maanden dat er veel minder mensen een tekort hadden aan ijzer, vitamine B12 en foliumzuur. Dus dat het zinvol is om echt een speciaal multivitamine te gebruiken. Dus dat adviseren we ook aan mensen nu. Nou, we willen ook eigenlijk nog meer weten over voedinginname na die operatie. Hoe dat verandert, waarom dat verandert en wat voor voorkeuren er in voeding nou precies zijn. Want we horen vaak van patiënten terug dat ze voor de operatie hebben ze vaak een voorkeur voor bepaalde zoete dingen of vette dingen. En na de operatie hebben ze vaak helemaal die trek niet meer en verandert hun smaak. Zelfs wel naar gezondere producten. En we willen graag snappen hoe dat gebeurt en ook waarom, als er gevallen zijn waarom dat niet gebeurt, hoe je dat het best kan verbeteren. En dat kan je natuurlijk meten door bepaalde voedingsdagboeken, door te registreren. Maar we kunnen ook met hele speciale onderzoeken kijken hoe die voorkeur van voeding verandert. En daar doen we inmiddels ook een studie naar. Daar werken we nauw samen mee met de Universiteit van Zurich. En daar hebben we een speciaal apparatus daarvoor ontwikkeld. Dat heet de Drinkometer. En daar wilde ik jullie graag wat over laten zien in het volgende filmpje. Ik ben een van de artsonderzoekers hier bij Vitalis en vandaag zijn we bezig met de voorbereidingen voor het Drinkometer onderzoek. Mijn promotor is Erik Hazebroek en samen met de Universiteit van Zurich doen wij onderzoek naar veranderingen in smaakvoorkeur, maar ook de drinksnelheid na bariatrie en daar gebruiken wij de Drinkometer voor. Adrianne, mijn collega, die is nu aan het voorbereiden zodat we zo meteen de drankjes klaar zijn voor in de Drinkometer en die zal ik straks aan jullie laten zien. We staan hier bij de Drinkometer en zoals ik net al vertelde, bij de Drinkometer willen we meten hoeveel mensen drinken, maar ook hoe snel mensen drinken en we willen graag weten wat hun voedingsvoorkeur is. Dus wat voor keuze ze zouden maken. Nou, daarvoor hebben we 4 verschillende drankjes gemaakt. En die drankjes die worden in 4 verschillende boxen gedaan. Adrianne die is nu de laag vet, laag suikerdrank erin aan het doen. En we hebben dus drankjes die variëren in vet- en suikergehalte.
En straks gaan we starten met de meting als alles klaar is. Nou, goedemorgen, fijn dat je er weer bent. Het is een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. Je bent al een keer hier eerder geweest voor de operatie. En nu is het alweer een tijdje na de operatie. En we gaan eigenlijk hetzelfde doen als wat je toen hebt gedaan. Dat betekent, je mag straks eerst eventjes proeven van al die vier drankjes. Mm-hmm. En dan mag je voor jezelf even bepalen welke je het lekkerste vindt. Dan zetten wij de laptop goed aan en dan mag je vervolgens van dat drankje drinken wat je het lekkerste vindt. Tot je het gevoel hebt, nu zit ik genoeg, dan is het klaar. Dankjewel. Was het gelukkig proeven? Jazeker. Ja. Ik vond deze het smakelijkst. Oké, dat is heel goed. Ik zet zo meteen de laptop aan. En als ik een seintje geef, dan mag jij beginnen met drinken. Je mag zoveel drinken als je wilt. En als je het gevoel hebt dat je vol zit, dan mag je het zeggen en dan stoppen we met eten. Dat is goed. Ja, dat is succes. Ik heb genoeg gehad. Oké, hartstikke fijn. Dan heb ik hier nog een vragenlijst voor je. Die mag je even in de wachtkamer verder invullen. Dan kun je hierop aangeven hoe vol je voelt, hoeveel honger je nog hebt, etc. Ja, ga ik doen. Dankjewel, dankjewel. Ja, we hebben zojuist de meting gezien van een patiënt en zij was al een tijdje na de operatie. En wat we zien is dat ze minder gedronken heeft dan voor de operatie en ook dat ze langzamer gedronken heeft. In haar geval koos ze voor het laag vet, laag suikerdrankje. Maar we zien ook vaak andere keuzes na de operatie. Dat wisselt gewoon heel erg tussen patiënten. Wat nog leuk is om te weten is dat we niet alleen bariatrische patiënten meten, maar ook patiënten die meedoen aan een leefstijltraject om te kijken wat het effect echt is van de operatie en wat het effect is van de voedingsadviezen die mensen krijgen. Nou, ik hoop dat ik jullie in de afgelopen kleine half uurtje heb kunnen laten zien wat het belang is van voedingsonderzoek bij bariatrie. Enerzijds natuurlijk dat we onze kennis vergroten bij de obesitasbehandeling, zodat we echt optimale zorg kunnen leveren voor de patiënt. En uiteindelijk moet het doel ook zijn dat deze onderzoeken tot een betere uitkomst gaan leiden. Dus enerzijds qua uitkomst, qua gewichtsverlies natuurlijk op de lange termijn, maar ook kwaliteit van leven. En dat doen we, dat onderzoek, met een heel groot team. En ik kan niet eens iedereen laten zien, maar dit is hier op de foto zie je het hele onderzoeksteam. De artsonderzoekers die erbij betrokken zijn. Voedingsonderzoekers. En dan vragen we ook altijd aan patiënten van, nou, vindt u het leuk om iets te zeggen over het onderzoek? Heeft u dat onderzoek ervaren? Nou, dan zie je een aantal van die quotes zie je hier. Je ziet kleine moeite, graag gedaan. Nou, dat is natuurlijk altijd heel leuk. En ook onderzoek is belangrijk, want zonder onderzoek geen vooruitgang. Nou, en dat is precies de spijker op zijn kop, dat onderschrijven we volledig. En daar zijn we onze patiënten altijd heel dankbaar voor. Dus bariatrische chirurgie is een zeer effectieve behandeling bij ernstige obesitas. Zo'n operatie kan echt een enorme gezondheidswinst opleveren en kan je echt met recht zeggen dat het een life-changing event is. Het is wel zo dat voeding en leefstijl altijd van belang blijft. Dus ook na de operatie blijft dat essentieel dat we daar goede begeleiding in geven. En voor mijzelf is bariatrie een unieke combinatie van patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En biedt het een hele mooie mogelijkheid om samen te werken, zowel nationaal als op internationaal niveau. Ik zie het echt als een vak dat nog in ontwikkeling is. Ik ben ervan overtuigd dat er in de toekomst nog nieuwe behandelingen komen die hopelijk ook minder invasief zijn dan de operaties die we nu hebben. En nou, daar kijk ik erg naar uit. Daar wilde ik het graag bij laten. Dank je wel. Erik, dank je wel voor dit verhelderende college. Nou, we weten alweer heel veel meer. En we hopen dat er ooit een keer een oplossing komt. Ja, dit is nog maar een fractie. Maar, ja. We gaan zo kijken of er vragen zijn binnengekomen. Maar ik had er zelf één. Ik zag die twee soorten operaties. Ja. Zijn die nou onomkeerbaar? In principe wel. Ik liet de sleeve-operatie zien waarbij je een deel, hè, dat roze deel van die maag, waarbij je dat weghaalt. Ja, dat is weg. Dat is gaat uit het lichaam. Weg. En dat komt niet meer terug. Nee. Dus die operatie is echt onomkeerbaar. De gastric bypass is eigenlijk ook onomkeerbaar, zeggen we. Maar dat is een beetje een technisch verhaal. We kunnen wel weer de anatomie, hè, de normale verbinding tussen die darmlissen, kunnen we wel herstellen.
Maar dat doen we eigenlijk bijna nooit. Dat is ook bijna nooit nodig. Maar het liefst doen we het ook nooit, omdat we weten dat de functie van die darmen, die gaat toch veranderen. Ja, dus je moet echt eigenlijk wel benadrukken dat de operaties in principe onomkeerbaar zijn. Ja, maar dat zal ook zeker goed uitgelegd worden in het traject, neem ik aan. Ik zie een vraag. Wanneer kies je voor een bypass en wanneer voor een sleeve? Ja, dat is echt een hele goede vraag. En dat is ook wel een lastige, want het varieert een beetje in welk land je geholpen wordt, zo kan ik zeggen. Want er zijn landen waarin eigenlijk alleen maar sleeves worden gedaan. En landen waar ze veel meer voor de bypass kiezen. Nou, ik kan daar echt uren over vertellen. Eigenlijk is de conclusie dat ze allebei even goed werken. Er wordt wel eens gezegd, ja, maar een bypass geeft iets meer gewichtsverlies op de langere termijn. Dus is dat beter. Maar het is net hoe je de succes weergeeft. Hè? Als je als door die operatie wel je hoge bloeddruk en wel je suikerziekte verdwenen zijn, dan maakt dat eigenlijk helemaal niet uit of je nou 2 of 3 kilo meer zou afgevallen zijn met die andere operatie. Ja. Dus ja, we hebben daar. Want de vraag is, wanneer kies je voor? Nou, ik kan bijvoorbeeld wel een voorbeeld geven. Als iemand echt een BMI heeft van boven de 55 of 60, dan weet je dat eigenlijk al dat een één operatie mogelijk niet of genoeg is, of dat het technisch te lastig is om een bypass uit te voeren. En dan kiezen we liever voor een sleeve, waarbij we dus alleen aan de maag opereren. Dan gaat iemand gedurende de jaren daarna afvallen. En dan hopen we dat het bij die operatie blijft. Maar als dat niet nodig is, dan zouden we na de sleeve nog een andere, dus bijvoorbeeld een bypass of een variatie daarop zouden we kunnen doen. Okay. Ja. Ik zie een vraag, die kwam bij mij ook op. De leeftijdsgrens voor een operatie is nu 18 jaar. Ja. Zou dit ook bij kinderen toegepast kunnen worden? Dat is een hele goede en ook al actuele vraag. Want in Nederland is het, het is eigenlijk internationaal, maar juist in Nederland, want daar hebben we het over, is 18 jaar heel strikt. We opereren niemand onder de 18 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat er onder de 18 jaar geen probleem is bij kinderen of adolescenten, heb je dan over met overgewicht. Dus wat we hebben afgesproken met alle beroepsgroepen, dus niet alleen chirurgen, maar ook kinderartsen, kinderchirurgen, dat we zeggen dat deze operaties, dat daar wel een reden voor zou kunnen zijn om in hele specifieke gevallen wel onder die leeftijd van 18 te opereren. Maar dan moet het onder strikte voorwaarden. Dus dan moet het altijd in een wetenschappelijke studie moet het plaatsvinden. Ja. En patiënten die worden dan altijd via de kinderarts ook begeleid. En het is wel zo dat in Nederland gaat nu zo'n studie van start. Die zal binnen een aantal maanden van start gaan. Die wordt gecoördineerd vanuit het ziekenhuis in Veldhoven. Daar doet Amsterdam aan mee en Rijnstaten gaat daar ook in meedoen. Ja, dus het gaat wel in bepaalde gevallen gaat dat wel gebeuren. Ja. Dan is de vraag vooralsnog beantwoord. Ik zie nog een vraag. Worden de nieuwe ontwikkelingen qua voeding ook al ingezet op patiënten? Ja, dat raakt een beetje aan die vraag die Karine aan het begin zette. Dus dat is zeker zo. Dus die eetscore die ik net noemde, dus dat onderzoek van Laura Heusen, die heeft toevallig gisteren net bericht gekregen dat haar studie geaccepteerd was, dus dat die gepubliceerd is. Nou, en dan kunnen wij zeggen, dan kunnen wij weer verwijzen naar zo'n studie. En dan kunnen wij dat weer gaan toepassen in de kliniek. Mooi, en misschien ook wel in bepaalde richtlijnen toepassen. Dus dat gaan we zeker doen. Nou, mooi. Waarom zit er een psycholoog bij de screening? Ja, dat klinkt altijd een beetje van een psycholoog. Is er dan iets met je hersenen aan? Dan? Dat is natuurlijk. Ja. Nee, het gaat erom dat zo'n aanpassing van dat eetgedrag of je leefstijl, dat kan best wel ingewikkeld zijn. We weten allemaal wel eens hoe lastig het kan zijn om bepaalde verleidingen te weerstaan. Mm. Hè? Dus dat je langs een bakker loopt en je ruikt er lekker. Ruikt een gevulde koek. Ik denk, die ga ik nemen. Maar het gaat er juist om dat je leert, wat doe ik nou om te zorgen dat ik niet. Ja. Nou, en daar kan een psycholoog bepaalde tips of voor geven. Precies. Dus dat je daar anders naar gaat kijken, dat je anders mee omgaat. Okay. En dat is vaak lastig om dat op eigen wilskracht te doen. Je wordt tenslotte niet dik voor je lol, wordt wel eens gezegd. Er zit vaak het is gewoon heel erg lastig. Ja, is ook lastig. En daar kan een psycholoog bij helpen. Ja. Nou, eens even kijken. Voor een goed resultaat moet je je aan gezondheidsregels houden. Maar dat is van tevoren blijkbaar lastig om vol te houden. Anders heb je die ingreep niet nodig.
Wat is het succespercentage? Dan bedoelen ze denk ik het succespercentage van de operatie. Dat denk ik, ja, over het resultaat. Ja, ja, nou, precies. Nou, je ziet eigenlijk de overgrote meerderheid, en dat is echt, zeg maar driekwart van de mensen, heeft echt langdurig succes van die operatie. Ja, okay. Maar iedereen moet zich aan die gezondheidsregels houden. Ja. Dan heb je gewoon de beste kans op resultaat. Alleen, er zit natuurlijk heel veel spreiding tussen. Want bij de een geeft heel veel effect en bij de ander valt dat gewoon tegen. En dat is soms heel frustrerend. Nou, dat kan want het wil niet zeggen dat die persoon die een minder resultaat heeft, zijn best niet doet. Nee, dus precies. Dat is, en vaak liggen daar hele andere factoren. En wordt daar dan ook onderzoek naar? Ja, daar kijken we ook naar. En juist daar kijken we naar. Dat heb ik nu buiten deze presentatie, want we doen nog veel meer onderzoeken. Ik snap het. Nu met name op de voeding gericht. Maar we kijken ook naar een groep die weer aankomt in gewicht. Dus die groep van 20-25% waarbij of het gewicht weer terugkomt, of waarbij de operatie minder goed gewerkt heeft vanaf de start. Daar gaan we ook kijken van, nou, hoe kunnen we die groep nou het best behandelen? Ja, wat me ook lastig lijkt, je moet dan zo'n eetverhaal invullen. Ja, ja, daar kan je natuurlijk ook wat mee marchanderen. Dat is altijd wel spannend. Maar goed, hoeveel operaties doe je in een jaar? Met onze groep in Rijnstaat bij Vitalis opereren we ongeveer, hebben vorig jaar ongeveer 1350, meen ik, operaties gedaan. Ik denk dat we dit jaar rond de 1500 operaties gaan doen. Okay. Als ziekenhuis. Dat betekent dus dat we als Rijnstaat een heel groot centrum zijn. Als je realiseert dat er 12.000 operaties per jaar gebeuren in Nederland ongeveer. Oh, okay. En die worden gedaan in ongeveer 18 ziekenhuizen. Hm? Dus wij zijn echt een van de grotere ziekenhuizen. Okay. Ja. Nou, mooi om te horen. Laatste vraag. Hoe zie jij in het kader van preventie de toekomst van bariatrische chirurgie? Ja, als ik echt een mooi toekomstbeeld zou schetsen, maar dat kan nu nog niet, maar je kan altijd wensen, dan zou je eigenlijk van tevoren zou je willen weten, willen voorspellen wie er goed gaat reageren op wat voor behandeling. En als je dat weet, dan kan je zeggen van, nou, deze persoon die zouden we bijvoorbeeld met medicijnen kunnen voorbehandelen. En als dat dan toch niet blijkt, toch een operatie. Maar misschien ook wel andersom. Dus dat je zegt, nou ja, hier weten we gewoon, hier is gewoon een operatie nodig. Ja. En nu weten we dat eigenlijk niet. Nu passen we gewoon op basis van die BMI die ik noemde. Mm-hmm. Zeggen we toe, nou, jij komt in aanmerking voor medicijnen en jij komt in aanmerking voor operatie. En dat is, je zou eigenlijk meer willen toespitsen op specifieke gevallen. En dat kan nu nog niet, maar daar zijn we hard mee bezig. Nou, er is een weg te gaan. Ja. Hè? Nou, alvast bedankt tot zover. Ik geef het tegen de kijkers zeg. Dit was dus onze vierde college-tour. Erik gaat het stokje overgeven aan Michel Reijnen. Hij is hoogleraar en vaatchirurg. En natuurlijk vragen we ook aan Erik, welke vraag wil jij aan Michel stellen? Ja, zowel Michel als ik hebben een zoon die geneeskunde studeert, dan wel gaat studeren. En wat ik aan Michel zou willen vragen is, als hij nou terugkijkt op zijn carrièrepad tot nu toe, wat zou je nou adviseren aan de toekomstige generatie artsen? Mooi, wat wil je meegeven? Ja. Nou, fantastische vraag. Staat genoteerd. Ik ga jou bedanken, maar niet zonder dat je eerst een bloemetje hebt gekregen. Dus die pakken we even aan. Dank je wel. Erik, hartelijk dank voor dit prachtige verhaal. En ik sluit nog even af. Dit was het dan. Het volgende college is 17 oktober. Met dus Michel Reijnen. Hou de socials in de gaten en de website. En bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer.